In deze film ga ik uitleggen hoe je van een foto eigenlijk vrij eenvoudig een soort pentekening kunt maken. Dit is uiteindelijk het effect waar we naartoe gaan en er zijn een paar stappen voor nodig. Ingewikkeld zijn ze niet. Het is misschien af en toe wel een beetje lastig om te volgen, maar je kunt natuurlijk het filmpje ook meerdere keren bekijken. Ik ga om te beginnen deze even weggooien, want anders zou ik wel heel snel klaar zijn. Wat gaan we doen? Om te beginnen ga ik de laag met Ctrl J dupliceren. Waarom doe ik dat? We werken natuurlijk altijd in een nieuwe laag zodat het origineel behouden blijft. En ik ga daar een zwart-wit aanpassingslaag op leggen. In principe kan ik aan de rechterkant nog een aantal instellingen veranderen. Heeft geen zin, ga ik niet doen. Ik ga terug naar, in dit geval, laag 1, de gedupliceerde laag. En deze ga ik veranderen. Normaal staat een laag op een overvloeimodus die normaal is. Maar je hebt verschillende opties en die vind je hier. Je krijgt een uh, heel rijtje met verschillende dingen. En degene die wij moeten hebben, is kleur tegenhouden. En je ziet dat hij een stuk lichter wordt. Wat gebeurt er namelijk? Photoshop kijkt naar de inhoud van de laag en de onderliggende laag. En met kleur tegenhouden zit daar een algoritme achter, wat een effect heeft. En omdat er een zwart-wit filter bovenop zit, werken we alleen met lichttinten. En lijkt de foto ook lichter. Op zich is dit goed, maar dit gaan we omkeren. Dus als de laag geselecteerd is, druk ik gewoon op Ctrl-I. En weg is mijn model. Hoe komt dit nou? Nou, we hebben natuurlijk een inverse van de achtergrond. En als je daar dan mee gaat rekenen met kleur tegenhouden, dan blijft er eigenlijk bijna weinig over. Behalve het absolute zwart. Zou je hem op lichter zetten? Dan krijg je natuurlijk een gewone foto. Maar dit effect van kleur tegenhouden is nog een tikkeltje erger. Nu moeten we ons model weer terug gaan toveren en dat kan op zich vrij eenvoudig. Ik ga om te beginnen de foto omzetten, althans deze laag omzetten naar een slim object. En dat doe ik door er rechts op te klikken en te kiezen voor omzetten in slim object. Waarom doe ik dat? Nou, ik ga namelijk een vervaging toepassen op deze laag. En als later blijkt dat die vervaging me niet zint, dan kan ik dankzij een slim object altijd nog terug. Ik ga naar filter. Vervagen en Gaussiaans vervagen. En je ziet al dat mijn model een klein beetje terugkomt. En dat we eigenlijk al een hele mooie uitgangspunt hebben voor de pentekening. Ga ik dit nou omhoog zetten. Dan is de vervaging dusdanig dat de foto gewoon als zwart-wit terugkomt. En zet ik het te laag, dan wordt het wel een hele lichte pentekening. En ik druk gewoon even op oké. OK. Dit is eigenlijk te laag. Maar omdat ik dus met een slim filter werk, kan ik altijd nog terug naar het filter Gaussiaans vervagen. Gewoon door erop dubbel te klikken. En we blijven op 7,2. Ik klik op OK en we gaan weer verder. Ik klik hier even op het pijltje zodat het allemaal wat compacter wordt in mijn lage object. Je zou hier kunnen stoppen, maar ik wil natuurlijk nog een klein beetje verder. Dus ik ga weer naar de achtergrondlaag en ik dupliceer hem opnieuw. Deze trek ik helemaal naar boven en mijn kleurenfoto komt weer naar voren. Vervolgens ga ik hier de verzadiging uithalen, want ik heb niks aan de kleurinformatie, want mijn uiteindelijke tekening moet ook zwart-wit zijn. En je kunt in een laag gewoon in één keer alle kleuren eruit halen met de combinatie Ctrl-Shift en U. Vervolgens ga ik boven naar Filter en ik ga naar de Filtergalerij. Hier heb je tal van opties. En het is belangrijk dat je foto in 8-bit staat, want in 16-bit werkt dit niet. Ik ga hier naar stileer en oplichtende rand. Wat ga ik nou doen? Ik wil eigenlijk een soort kleine highlight van de randjes. Dus ik ga gewoon eens kijken wat er mooi is. Nou, breedte rand mag wel wat kleiner. De helderheid wil ik op zich wel lekker nadrukkelijk aanwezig. En ik wil niet al te veel details erin, dus vloeiend zet ik op 15. En ik klik op OK. Vervolgens draai ik ook deze laag om met Ctrl I. En ik zet de overvloeimode op vermenigvuldigen. Even zoeken. Daar zit het. En je ziet dat mijn pen tekenen, dat ze er nu al, al gewoon harder uitkomt. Eventueel, als ik dit te hard vind, kan ik dit nog een klein beetje terugzetten. Ben ik er nu? Nee, nog niet. Ik ga vervolgens naar de achtergrond. Ik dupliceer hem weer opnieuw en ik ga naar boven. Want ik wil ook nog een beetje dat echte effect hebben. Wederom de verzadigingen uit met Ctrl Shift en U. En terug naar de filtergalerij. En nu gaan we naar Schets en houtskool. En hier krijg ik dat echte houtskooleffect effect mee. En vervolgens kun je ook hier nog gewoon wat dingetjes aanpassen. Waarvan jij zegt van nou dit vind ik wel, uh, wel mooi. En ik klik op oké. OK. Dit vind ik te hard. Ik doe het even opnieuw. Dit vind ik beter. Eventueel kan ik ook hier nog de dekking wat van aanpassen. En als ik nou inzoom op haar gezicht, oh, dan mis ik alleen de details in de ogen. En ik maak heel simpel op deze laag een masker aan. En met een kwast veeg ik. Gewoon het effect van de Hotspot-laag uit. Zo eenvoudig maak je gewoon een pentekening. En je moet een beetje spelen met de parameters in de verschillende filters om te kijken wat voor jou het beste werkt. Maar uiteindelijk zie je dus dat het gewoon kinderspel is.